somewhere in my head. Okay, hello. 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 Okay, hallo bij deze video. Hallo bij deze video. Dit is Edwin. Ik ben Edwin. Ze is een beetje raar af en toe. Ik ben een beetje raar af en toe. Waarom praat je me naak in? Waarom praat je me naak in? Oké, let's go. Let's ask some questions. Okay. Voordat we deze film beginnen. Ja. Ik ben verwarring. Ik ken dit kind, dus van de middelbare school. Want ja, wij, ja. Ja, we hebben dus zelf op school gezeten. En nu gaan wij wat vragen beantwoorden. Ik kies vroeger over de middelbare school. Ja. So tell me, how did we meet, according to you? Oké, wacht, even goed nadenken. Ik zag jou met de eerste dag wel, volgens mij, toch? Niet met de eerste dag, maar ik bedoel mijn eerste week. Toen heb ik je wel gezien, ergens gewoon in de pauze. Ja. Want jij was gewoon met iedereen aan het praten. Dat was sowieso waar. Ik praat met iedereen. Altijd met iedereen aan het praten. Dus... Dat vind jij volgens mij, want jullie zijn een kar. En het eerste wat ik tegen hem zei was volgens mij, als ik me goed herinner, wie ben jij? Wie ben jij? Wat doe je hier? Ga weg! Volgens mij ben jij nieuw. In de eerste week sowieso heel stil, ik praat echt zo helemaal niet. Nee, ik zei je überhaupt niet zo veel. Nee. Want we, zeg maar, dat was onze eerste ontmoeting in de gang. Ja. Maar daarna hadden we nog tekenles, zeg maar, aan het einde van de week, op vrijdag. Altijd op vrijdag hadden we tekenles. Ik zei niks. Nee. Ik zat altijd gewoon te kijken, want ik dacht van, ja, ik wil tekenen, dus... Ik aan mijn mond dan. Ik was dus de eerste altijd in de les, meestal. Maar, en dan komt dat kind binnen. En zei ik, hey, hoe is het? Hoi. Goed. Echt. Dat was kinders. En dat was eigenlijk gesprek voor een half jaar of zo. Zoiets. En toen? En toen gingen we op kamp. Kamp van corona! En toen gingen wij echt praten. Want toen moesten we, toen moesten we met GPS ergens heen. We waren sowieso de weg kwijt. Alle meiden moesten, want er waren dus veel meiden. Nee. Dus alle meiden gingen in één groepje van alle groepen. Maar daar was er ook eentje van. Ja. Echt, ik was trouwens voor die week, of de dag voordat we vertrokken, ik was sowieso pijnlijk. Die ochtend ook echt. En weet je waarom? Je had daar meiden van jouw klas. Ja. En eigenlijk voor alle klassen, maar ik was één meisje van de klas. Dus ik had iets van, waarom kan ik niet de activiteiten met de jongens doen waar ik de rest van het jaar mee praat? En elke keer zie. En toen dacht ik, oké, nu moet ik dat GPS gebeuren, want ik werd gedropt. Ja. Moet ik dat met mij doen en ik ga wel gesprek doen. Ja. Maar en toen met dat lopen, toen begon ze in één keer tegen me te praten. Dus ik zal wel terug praten. Jij liep ook echt, zeg maar, je was over de groep en 20 meter verderop liep jij een beetje achteraan, een beetje naar beneden te kijken. Maar god, dat was echt zo best wel verdriet uit. En 3 voor 3 nee. Nee, weet je, het is gewoon zo dat als je met een groep gaat, dat er altijd wel eentje de leiding neemt en dan basis gaat doen. En dan, nou ja, dat je daar per se naar moet luisteren. En dan gaan we mensen de weg kwijtraken. Dus ik dacht van, ja, ik blijf wel gewoon achteraan lopen. En als ik ze af zie slaan, dan ga ik ook gewoon daarheen. Dus dat was wel leuk. Ja, ik had het zelf, maar weet je wat? Ik dacht dat het een GPS-ding wat echt een rechte lijn was. En je komt aan maar één kant op. Ja, ik kon ook wel door de weilanden, maar... Ja, moeten we die kant op, die kant op? Ik heb een kinderen eigenlijk. Dus komen we van die kant, dan moeten we die kant op. Mijn onderbroek. Wie is de mol gedaan of zo? Toch? Oh ja, dat was een kaartstel. Dat was echt grappig. Die was echt we moesten dan raden. Ik was de mol in ons groepje, dus dat vond ik wel leuk. Ik was ook wel. Ik ging niet. De mol moest je proberen weg te stemmen. Ik zeg de hele tijd: Ervinda is het. Jij had niks gezegd, hè, maar ik wilde Ervinda. Ja, maar ik.
als het al, ook al doe ik mijn best, het gaat altijd fout, dus het maakt niet heel erg veel uit wat ik doe. Ja, maar ook echt, niemand gelukt in me echt. Nee. Op een gegeven moment waren ik met drie overal, ik, Natasja volgens mij en jij, Kerstje met, en jij zei, het is groot, en Natasja zei, rustig. Nou, weet je, het leuke is dat toen hebben ze het gevraagd. Van, wil jij de mol zijn? Oké, okay, dit is goed. Oh, maar dat ik het zelf opvier, vond ik. Sorry dat ik het zeg, maar... Ja, ik doe het dus wel niet goed. Ja, maar... Nou, je deed het goed omdat niemand het door had. Ja, maar jij kent me blijkbaar. Ja, maar ik ken die echt pas... 2 seconden? Ja, echt een dag of zo. Echt een dag was het. Maar we mogen de reunie, hè? Ja. Zo meteen. 13 april voor 14 april. Oh, zo gaan we toe gaan. Maar nu kom ik letterlijk langs jou. Ja. Wat was mijn andere vraag ook alweer? Ik heb namelijk een paar vragen opgeschreven. Wat was je favoriete vak? Dat dus. Wat was je favoriete vak? Mijn tekenen natuurlijk. En gym. Wie had jouw vinders in Thijs? Ja, Thijs. En tekenen hadden we al even van gekregen. Waarom waren dat je liefde zakken? Omdat ik hou van tekenen en gym is wel leuk. Behalve als je slag wat ik nog ging doen. Dat was niet leuk. Dan moet je een bal slaan en ik hou niet van bal. Ik hoef niks met mij te slaan, hoor. Nee. Ga je dat erin? Ja. Maar. Mijn favoriete vak was... Ja, ik had er 3. Oké. Ook tekenen. Gewoon bloemen. Wat eigenlijk best wel heel ontspannen was. Gewoon ook. En het was gewoon... Ja, het was altijd grappig. Jij was er dus toen mijn vrienden waren ontspannen. Ik dacht gewoon een plekje daarvoor was gewoon... Ik weet niet. Je was leuk of zo? Ik was leuk. Beetje. Ik denk dat wel die altijd zo vrolijk was. Ja, en je was altijd zo vrolijk. Hallo! Dat is. En ik niet tegen iedereen had gepraat, was eigenlijk de hele tijd. En die jongens die echt gewoon van alles aan het maken waren, maar het ging altijd fout. Het ging altijd fout en vrees je dat het altijd afzijken was? Ja, ze was altijd aan het zeiken op die jongens. Ik werd er echt blij van. En voor mij. Ik heb van mijn eerste vak dus tekenen. Gym vond ik ook wel echt super chill. Van, want ik kon wel even mijn energie kwijt, want ik had echt ADHD of zo. Ja. Geen labeltje, maar. Wat eigenlijk mijn lievelingsvak was, dat was geschiedenis. Maar dat. Daar heb ik zeg maar gewoon het hele jaar door zonder te leren, had ik het meegemaakt. Maar dit is echt niet slim. Er staat trouwens wel een link van onze ADHD-film die yes! Op dit kanaal staat op het moment. Zal ik ook even in de dingen zetten? Ja, maar dus. Geen officieel examen gedaan. Nee, staatsexamen. Ik wel. Ik heb alleen tekenen als staatsexamen ding gehaald. Of jouw staatsexamen trouwens, je tekenexamen? Ja. Hoe was het? Dat was gewoon het schriftelijke gedeelte vond ik een beetje saai. Maar het praktijkexamen vond ik wel leuk. En waren we ook allebei volgens mij. Ja. Ja. Maar jij was eerder klaar dan ik, toch? Jawel, jij was eerder klaar dan ik. Want jij had een andere niveau. Nee, dat was op de 11e, hè? Ja? Ja. Ik deelde jou. Oh, sorry. Maar mijn schriftelijk was wel eerder klaar. Ja, het schriftelijk gedeelte is sowieso. Ik heb dus dyslexie. Oh nee, trouwens. Ik dacht dat we wel dat samen deden, maar jij was laat opgegeven, was volgens mij, waardoor je... Ja, ik moest later met andere mensen en nog iemand die ik ken. Kiki? Die ging ook meedoen. Die deed ook mee. Ons schriftelijk gedeelte, we zaten toen wel in dezelfde cel. Want jij had een teken en ik had volgens mij die dag, je had kunstgeschiedenis, het zeg maar schriftelijk gedeelte. En ik had ook geschiedenis. Ja. Had jij altijd in een pauze gesproken? Ik weet het, maar. Tofsi. Wat is jouw favorite? What was your favorite thing to do in the break?
Wat deed ik altijd in de pauze? Ik vond het altijd wel leuk om te voetballen in de pauze. Alleen, meestal gingen ze wedstrijd doen dan. Maar als ik mee kon doen, dan ging ik wel mee doen. Maar de laatste tijd, toen, aan het einde deed ik het niet meer, toen ging ik altijd chillen met hun. Met hun? Of ik ben meer een persoon. Ja, ik ben hun, jullie zijn een meisje een stoot gegeven. Nee, daar word ik echt wel fout van. Hoe was je stage? Mijn stage. Stage? Ja, maar dat was... Had je een stage? Niet op mijn opportunis. Oh, niet op mijn opportunis. Wat? Dat was weer gewoon... Ik zal ook even in de... In hier beneden. Zal ik een link naar haar kanaal toe zetten. En de filmpjes van haar kanaal waar ik ook in zit. En nog even een link naar... Een video die ik vorig jaar heb gemaakt en die op mijn kanaal staat. Kijk er dus. Nu. Nu. Nee, wacht even. Nu. Doe normaal, hè. Duimpjes omhoog mag altijd. Abonneer ik op haar kanaal. Hier beneden, ja. Bij die rode knop, weet je wel. Dat is niet heel lastig, denk ik. Je mag ook een belletje indrukken, zodat je altijd een melding krijgt van haar kanaal als ze iets geüpload wordt. Jullie prachtige vragen terug wanneer zij weer uploadt. Dat is niet waar. Nee.